Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 8 maart van Weerplaza. Het was vandaag nogal wisselend met wolken, zon en een paar buien. En dat hing allemaal samen met een storing die van zuidwest naar het noordoosten over ons land trok. En ook met een lage drukgebied dat via Engeland naar de Duitse bocht verplaatste. De storing die ligt aan het begin van de avond over het land en zal geleidelijk aan. Verder naar het noordoosten verplaatsen. Dat laat ook de weercomputer zien dat het geleidelijk aan droog wordt vanavond en vannacht. En dan hebben we morgen een rug van hoge druk. En dat is deze uitloper die over het land gaat trekken. Later op de vrijdag betrekt het weer vanuit het zuiden. En van het weekend krijgen we dan met storingen te maken die van zuid naar noord over Nederland trekken. Vanavond is vooral in het noorden en midden nog een enkele bui mogelijk, bij een temperatuur tussen de 4 en de 5 graden, en de wind zal geleidelijk aan gaan afnemen naar windkracht 4 boven land windkracht 6 aan zee. En vannacht is het dan op de meeste plaatsen droog en koelt het af in het binnenland tot rond het vriespunt, in de kustprovincies wordt het een graad of 3. En morgen ziet het er eerst aardig uit, misschien in het noordoosten een enkel buitje in de vroege ochtenduren. Verder is het overwegend droog met geregeld zonneschijn. Het wordt in de middag 7 of 10 graden. 7 graden in Den Helder, 10 in Maastricht. Maar vanuit het zuiden raakt het geleidelijk aan bewolkt. En aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. De wind is zwak tot matig, rondkracht 3 of 4 vanuit het zuidwesten. Van het weekend is het weer anders. Dan hebben we overwegend veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Wel ligt de temperatuur aan de hoogkant voor de tijd van het jaar. Het wordt zaterdag 11 tot 16 graden, maar liefst in het zuiden van het land. En zondag hebben we ook hoge waarden, terwijl normaal de temperaturen in de middag rond een graad of acht liggen. Het is dus wel wisselvallig met van tijd tot tijd regen. En ook maandag is het nog vrij zacht, maar erg onbestendig. Ik ben Diana Woei van Mierplaza.